Dag dames en heren, nog steeds hebben we met grijs en rustig herfstweer te maken. Af en toe valt er een beetje motregen uit de bewolking en de komende 24 uur gaan we op meer plaatsen met wat regen te maken krijgen. Maar er zit wel een weersverandering aan te komen. Het wordt allemaal wat vriendelijker, maar vandaag merken we daar nog niet zoveel van. Een dik pak met bewolking boven onze omgeving en daar verandert vandaag weinig aan. Wel zien we op de rand van de kaart in het westen, in de buurt van Engeland, zien we opklaringen hangen. Nou, die komen heel langzaam onze kant op en daar gaan we vanaf morgenmiddag mee te maken krijgen. Nou, vandaag is het dus nog overwegend grijs en aan de koude kant met temperaturen vanmiddag niet veel hoger dan 5 tot 7 graden. Nou, verspreid over het land valt er een beetje motregen, maar veel stelt dat niet voor. Datzelfde geldt voor vanavond en vannacht. Af en toe een spatje motregen en verder grijze omstandigheden. Onder dat wolkendek wordt het niet veel kouder dan 4 of 5 graden. Later in de nacht zien we langs de westkust geleidelijk de kans op wat regen toenemen. En dat gebied met lichte regen en motregen trekt morgenochtend van west naar oost over ons land. Het zal enige tijd wat natter worden. Maar daarachter breekt vooral in de westelijke helft van het land 's middags de zon flink door. Daar wordt het dan heel vriendelijk met maximaal een graad of 11 à 12. In het zuidoosten houdt de bewolking wat langer stand en daar kan tot halverwege de middag wel wat lichte regen vallen. Er staat wat meer wind uit een westelijke richting, kracht 3 tot 4. Nou, de dagen daarna neemt de wind weer langzaam in kracht af. Het wordt opnieuw rustig weer en tamelijk grijs. Wel blijft het tot en met zaterdag overwegend droog en het is aan de zachte kant met ongeveer 13 graden. Nou, vanaf zondag draait de wind naar het noordwesten. De kans op buien neemt toe, maar de zon krijgt ook meer ruimte. En, niet onbelangrijk, de temperaturen gaan geleidelijk omlaag. Zo'n 7 tot 9 graden. Kijken we nog wat verder vooruit, dan zien we volgende week de middagtemperatuur nog wat verder dalen naar maximale graad of 5. En in de nachten neemt geleidelijk de kans op vorst toe. Ik wens u nog een mooie dag.